Rechters moeten boven de aangeklaagden staan. Terwijl jullie alleen maar later zijn gekomen. Gasten, de overgebleven plaats. En jullie willen aan het hoofd zitten? Verricht eerst maar eens een groter en edeler werk. Misschien dat er iemand voor jullie opstaat. Het verleden mag alleen vanuit de grootste kracht van het heden geïnterpreteerd worden. Want wat het weten en het behouden waard is, het werkelijk grote uit het verleden, kunnen we alleen beoordelen met de volledige inzet van onze meest voortreffelijke eigenschappen. Gelijk neemt gelijk. Anders halen we het verleden naar ons omlaag. Houd niet de schijn op voor objectiviteit. Totaal niet betrokken. En dat noemen jullie dan objectiviteit? Het is ronduit weerzinwekkend. Als jullie niet werkelijk kunstenaar zijn, houd niet de schijn op van rechtvaardigheid. Als jullie niet geroepen zijn voor de verschrikkingen van het rechterschap. Net als iedereen die nooit te midden van zijn gelijken heeft geleefd en die met het begrip vergelding even min raad weet als bijvoorbeeld met het begrip gelijke rechten, zie ik in gevallen dat er een kleine dan wel zeer grote dwaasheid tegen mij begaan wordt. Het beslist hem af van iedere tegenmaatregel. Hoe heet de filosofie en de filosoof? Als een verschrikkelijk explosief namelijk, waardoor alles en iedereen gevaar loopt. Ook al schrijft of componeert iemand iets goeds, de uitgeholde academicus gaat daar direct aan voorbij en vraagt naar het verleden van de maker. Daar staan ze ook zo bij. Heeft hij al meer gemaakt, dan moet hij zich een verklaring van zijn verleden en een voorspelling van zijn toekomst laten welgevallen. Hij wordt op anderen gemeten, op keuze en behandeling van zijn stof ontleed, in stukken gereten, wijsneuzig opnieuw in elkaar gezet en vervolgens vermaand en terecht geweest. Zelfs al maakt iemand iets uitzonderlijks, de meute objectieve historici staat klaar om de maker in breed perspectief te plaatsen. En ogenblikkelijk weer klinkt de echo, maar altijd in de vorm van kritiek. Terwijl deze critici nog kort tevoren niet eens van de mogelijkheid van zo'n werk hadden kunnen dromen. Nergens vindt het de juiste weerklank. Overal ontmoet het slechts kritiek. En die kritiek vindt evenmin weerklank, ook zij ondergaat steeds kritiek. Daarom is men maar overeengekomen om bij veel kritieken van invloedrijk en bij weinig of geen kritieken van mislukking te spreken. Maar zelfs bij een dergelijke invloed blijft alles bij het oude. Men klest een tijdje over iets nieuws en vervolgens over iets nog nieuws, maar men blijft doen wat men altijd al deed. De scheppende mens is altijd een nadeel bij diegene die alleen maar toekijkt en zelf geen hand uitstrekt. Zoals de politieke beunhaas altijd handiger, milder en omzichtiger is dan de regerende staatsman. Wil men echter in de kunst het gebruik van volksstemming en meerderheidsbesluit toepassen, de kunstenaar als het ware te zijn zelfverdediging voor een vorm van esthetische leeglopersdagen, dan kan men er van tevoren een eed op doen dat hij veroordeeld wordt. Niet ondanks, maar juist dankzij de kanon van de monumentale kunst. In de gegeven betekenis de kunst die te alle tijden effect heeft gehad. Die monumentale kunst die zijn rechters plechtig hebben geproclameerd, terwijl hun bij allen nog niet monumentale, want hedendaagse kunst ten eerste de behoefte, ten tweede de oprechte liefde en ten derde nu eenmaal het gezag van de geschiedenis ontbreekt. Hun instinct verraadt hun daarentegen dat kunst door kunst doodgeslagen kan worden. Het monumentale mag onder geen beding opnieuw ontstaan. En daarvoor komt juist dat van pas wat reeds vanuit het verleden het gezag van het monumentale bezit. Het zijn kunstkenners die in hun hart de kunst om zeep kunnen brengen. Ze gedragen zich als artsen, terwijl het in feite gifmengers zijn. Ze ontwikkelen hun tong en hun smaak alleen maar om blasé te verklaren waarom zij alles wat hun
voedzame kunst wordt aangeboden, zou Hans Stark afwijzen. Want ze willen helemaal niet dat het grote ontstaat. Ze bedienen zich van de frase, kijk, het grote is er al. Maar de waarheid is, dat dit grote dat er al is, en net zo min interesseert als het grote in wording. Daarom getuigt in leven. De monumentale geschiedenis is het masker waarmee hun haat jegens de machtige en grote van hun eigen tijd zich voordoet als verzadigde bewondering voor de machtige en grote uit het verleden. En zo vermomd doen zij de eigenlijke zin van dit historische denken in haar tegendeel verkeren. Bewust of onbewust, ze handelen in elk geval alsof hun devies is: laat de doden de leven begraven. Met het oog op het feit dat ik binnenkort de mensheid moet confronteren met de zwaarste eis die er ooit gesteld is, ben ik niet te mogen nalaten om te zeggen wie ik ben. Eigenlijk zou het bekend moeten zijn, want ik heb het niet onbetuigd gelaten. De wanverhouding echter tussen de grootheid van mijn opgave en de kleinheid van mijn tijdgenoot is daarom tot uitdrukking gekomen dat ze me niet gehoord, ja, zelfs niet gezien. Ik heb enkel mijn eigen garantie bij me staan. En misschien is dat ook zelfs alleen maar een voordeel. Ik hoef maar een gesprek te voeren met de eerste beste intellectueel om mij ervan overtuigd dat ik niet leef. En onder zulke omstandigheden heeft iemand de plicht, waartegenover het eigenlijk mijn gewoonte en wat meer de trots van mijn instinct in opstand komt, om te zeggen, luister, die en die ben ik. Verwar mij in geen geval met iemand anders. Ik ben om mij iets te noemen absoluut geen dood van Pirlala. Geen moralistisch gedrocht. Ik ben zelfs van nature een en al tegenstelling tot de soort die wegens haar deugdzaamheid tot nu toe alle verering heeft genomen. Onder ons gezegd heb ik de indruk dat juist dat een van de dingen is waar ik trots op ben. Ik ben een leerling van de filosoof Dionysos. Ik geef er nog eerder de voorkeur aan om een sater te zijn dan een heilige. Lees mijn geschriften maar. Misschien is het geluk. Misschien is de zin van die geschriften wel enkel alleen deze tegenstelling op lichtvoetige, menslievende wijze wordt uitgelegd. Ik zou de laatste zijn om de mensheid te willen verbeteren. Nieuwe afgoden maken is niets voor mij. De ouderen moeten er maar eens achter komen hoe ze er aan toe zijn met hun leven botten. Afgoden, dus noem ik idealen, omverwerpen. Daarmee zijn we veel dichter bij mijn mensen. De realiteit is van haar waarde, haar zin, haar waarachtigheid beroofd. Naarmate men een ideale wereld tevoorschijn heeft geloven. De wereld van de waarheid, de wereld van de schijn. In verstaanbare woorden, de wereld van de leugen. En de realiteit. De leugen van het ideaal heeft tot nu toe als een vloek op de realiteit gerust. De mens is door haar toedoen tot in haar meest primaire instincten leugenachtig en vals geworden. Tot zij de omgekeerde waarde is gaan aanbidden. Het omgekeerde van die welke haar pas voorspoed, toekomst en het verheven recht op toekomst zouden garanderen. Wie de lucht van mijn geschriften weet in te ademen, weet dat het een lucht is van het hoogland, een krachtige lucht. Je moet erop gebouwd zijn, anders is het risico niet gering dat je een kou vat. Het ijs is vlakbij, de eenzaamheid is gigantisch, maar zo rustig als alle dingen in het licht liggen. Zo vrij als je ademt, zoveel je beneden je voelt.